Naaimachines, strijkijzers en koffiezetapparaten. Ze kunnen sinds een half jaar gerepareerd worden bij het Repaircafé in Buurthuis, Kerk en Zanen. We hebben de behoefte gezien dat het vaak zo is dat er eenvoudige dingen, huishoudelijke apparatuur moet je aan denken, dat er een klein dingetje aan kapot is. En dat het dan vrijwel onmogelijk is om dat te herstellen. En dus zocht de organisatie een groep technische vrijwilligers die twee keer per maand aan de slag gaan. Als mensen met willekeurige spullen aankomen, dan proberen we die weer een tweede leven te geven. En om het weer werken te krijgen. Ik heb een naaimachine bij me. Die is 54 jaar oud en die deed het niet meer. Hij is me eigenlijk een soort dierbaar. Een pop van minstens 60, 70 jaar oud, elektrisch, maar de onderkant is verdwenen. En nu hoop ik dat die meneer hem kan repareren. Ik zeg altijd, alles is te repareren. Alleen, ja, hoeveel tijd moet je eraan besteden? En dat is altijd het probleem. Een reparatie mag ongeveer 30 minuten duren. Ja, het percentage van de geslaagde reparaties, dat hebben we uit de statistiek gehaald, dat zit op 60% ongeveer. Hier. We proberen hem nog naar boven te krijgen, maar 60% als je kijkt naar andere reparatiecafés, dan is dat een aardige score. Hij heeft het gevonden. En zo simpel. Wat bleek, dat is dat dit riempje, dat draaide los van de motor. Er zat geen spanning meer op. Deze naaimachine kan thuis weer aan de gang. De eigenaar van deze pop heeft minder succes. Die blijkt helaas te ingewikkeld om binnen de tijd weer aan de gang te krijgen.